geen idee. Diederik, leg even het probleem uit van vandaag. Inderdaad. Tim die belde mij van de week of hij met mij mee kon rijden of zijn drumstel mee moest. Kijk, het zit erin. Ik weet niet of je het door de spiegeling ziet. Zijn auto zit helemaal vol, maar Mark die rijdt standaard genomen zeg maar, ook met mij mee. Dus toen hadden we eigenlijk vanmorgen een dilemma. Hoe gaan we dat doen? Want de spullen van Mark moesten ook mee, dus de gitaar zit er ook in. En Mitte moest zelf mee, dat is mijn vrouw. Dus toen zaten we zo, ja, dat gaat allemaal niet passen in de auto. Dus toen kwam Mark met een geniale oplossing. Ik ga op de motor. En Tim die heeft gelukkig een helm. Dus die gaat achterop. Super gezellig. Ja, en Tim moet zich vasthouden aan Mark. Vindt hij wel een beetje eng. Kan niet. Ja. Of niet vasthouden. Net als met knuffelen vindt hij ook een beetje eng. Ja. Moet het echt, nee toch? Ja, wel een beetje. Het gaat altijd te vallen vanaf. Nee. Oké, okay, we gaan naar de dijk. Uit. Zie je zo? Yeah. Party en de Give the Band van Thank God, onze eigen band, mag hier vandaag spelen en we gaan binnen even een kijkje nemen. We'll be right back.
Smit niet te filmen. Ja, ik weet niet, wat moeten we vragen aan? Wat ze er voor vervolg kan doen. Van de avond. Oh. Vond je van de avond? Ik vond de avond erg leuk. Ja. Nee, jullie deden het wel echt serieus heel goed. Dus het, ja, de mensen waren ook enthousiast en dat was ook echt goed. Ik vond het goed geregeld. Het geluid was goed. Ja? Ik weet niet meer. Ja, het was echt goed. Ja. Rust niet opstemmen. Wel hard voor de manifesto, maar het was uiteindelijk wel dat je gewoon alles goed kon horen. Dus ja. Dan is het, maakt niet uit. Dus het was goed.